Oké, jongens. Vanaf vandaag is het echt begonnen. Vanaf vandaag gaat de Road to 100k officieel van start. Dat is de eerste video die ik upload nadat ik 90.000 abonnees heb gehaald. En we gaan zo snel mogelijk proberen 100.000 abonnees op Twinity te halen. Dus ben jij nou aan het kijken en ben jij nog niet geabonneerd? Want er zijn nog altijd 30% van de mensen die naar mijn video's kijken. Draai je scherm dan nu alsjeblieft om en klik op dat abonneerknopje. Dat is gratis. Maak mij blij, zodat we zo snel mogelijk met Team Twinity de 100.000 abonnees kunnen halen. Maar vandaag hebben we een transfer video en daar gaan we snel mee aan de slag. Ik ga niet 10 minuten lang reclame maken voor de 100k, maar abonneer wel. Hopelijk heb je zin in deze transfer video, heel veel nieuwe geruchten. Als je er zin in hebt, doe een blauwpje omhoog. De volgende video had meer dan 1000 likes. Laten we massaal beginnen. We beginnen met een Fiorentina, oftewel een Juventus transfer. Chiesa, die rechtsbuiten heeft ook een team of the season gekregen, speelde een enorm goed seizoen bij Fiorentina. Komt ook echt uit de jeugd van Fiorentina, maar hij gaat nu waarschijnlijk een overstap maken naar Juventus. 60 tot 65 miljoen euro gaat er betaald worden voor Chiesa en het transfer lijkt bijna helemaal rond te zijn. Waarschijnlijk wordt hij volgende week aangekondigd en moet Chiesa alleen nog maar medisch gekeurd worden. Want de overeenkomst tussen Fiorentina en Juventus, die is momenteel al helemaal rond. Promovendus FC Twente verrast toch wel met het halen van een prima speler, een Nederlandse international, Paul Verhaag. Deze zag ik echt totaal niet aankomen. Speelde heel lang bij Wolfsburg. Speelde daar ook naar mijn mening. Ja, als hij speelde wel prima. In Nederlands elftal heeft hij ook een aantal jaar geleden nog gespeeld. Speelde die ook wel prima. En nu, uit het niets eigenlijk, maakt hij een overstap naar FC Twente. En ja, persoonlijk vind ik dat raar. Want hij komt van PSV, Apeldoorn, Den Bosch en Vitesse heeft hij gespeeld. Dus niet bij Twente. Waarom maakt hij zijn carrière af bij Twente? Dat vraag ik me ook af. Maar nog altijd, het is wel logisch dat hij naar een andere club toe gaat. Dat hij terug naar Nederland komt. Want Verhaag is al 35. Verhaag heeft maar 2 wedstrijden gespeeld in de Bundesliga. Dus überhaupt de vraag is natuurlijk, kan hij het niveau wel aan bij FC Twente? Dat vraag ik mezelf ook af. Maar nog altijd, Paul Verhaag was wel gewoon een prima speler altijd bij Wolfsburg. Dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Oh ja, correctie. Hij was altijd goed bij Augsburg trouwens. Maar hij is nooit echt een topper kunnen worden. Maar ja, Augsburg was het, sorry. Vermalen krijgt ook totaal geen speelde bij Barcelona. Was eigenlijk al bijna zeker dat hij daar wegging. En Anderlecht wilde Vermalen heel graag halen. Samen met Company centraal achterin. 2 oude verdetten die dan die selectie op sleeptouw zouden nemen. Maar Vermalen heeft dat aanbod afgewezen. En kiest in plaats van Anderlecht voor Olympiakos. Wat ik persoonlijk raar vind. Als je terug kan naar België, geboorteland, samenspelen met Company. Of je gaat naar Griekenland, waar je samenspeelt met, ja, met ook wel een aantal goede voetballers. Ik geloof dat Valbuena er ook naartoe is gegaan. Maar nog altijd ook een rare keuze als je ook naar België kan gaan. Je thuis zal maar toch wel heel veel voetballers verkiezen om een carrière te eindigen bij de club waar ze begonnen zijn. In dit geval voor Vermalen kan hij dan terug naar Anderlecht. Maar goed, Vermalen kiezen voor om naar Olympiakos te gaan en daar zijn carrière af te sluiten. Wat we toch de afgelopen tijd steeds meer spelers zien doen, had ik het laatst ook al over. Spelers die ervoor kiezen om naar Griekenland te gaan en dan met name Olympiakos. Goed nieuws voor El Ghazi. Speelde slecht bij Lille, maar werd uitgeleend aan Aston Villa, waar hij enorm hard is opgevallen. En daarom besluit Aston Villa El Ghazi een contract van 4 jaar te geven. Wat natuurlijk hartstikke goed is, misschien kan hij wel dan ook binnen een paar jaar in de Premier League gaan spelen. Grapje. Misschien. Hij gaat vanaf volgend jaar de Premier League spelen natuurlijk. Want ik was er even voor de zekerheid aan het opzoeken. Maar Aston Villa heeft tegen Derby County gewonnen. En Aston Villa gaat dus promoveren naar de Premier League. Waardoor El Ghazi dus heel mooi volgend seizoen in de Premier League speelt. Hopelijk gaat hij nog speeltijd krijgen. Maar hij heeft een contract gekregen voor 4 jaar. En dat geeft vertrouwen. En waarschijnlijk ja, gaat hij ook wel spelen dan. Bakayoko heeft besloten terug te gaan naar Chelsea. En niet dus een transfer te maken. Mooi dat Bakayoko zichzelf nog een tweede kans geeft. Want de Chelsea hem nog een tweede kans geeft bij Chelsea. Ja, bij Chelsea inderdaad. En ik denk dat ze ook wel moeten. Want Chelsea heeft gewoon niet heel veel middelen volgend jaar. Ze mogen geen spelers kopen. En een speler als Bakayoko, die toch wel goed heeft gedaan bij AC Milan, kan dan volgend seizoen gewoon bij Chelsea spelen. En als hij het daar goed doet, ja, als ik een prima tocht, dan hebben ze een prima verdedigende middenvelder. Maar hij moet het dan wel goed doen. Bakayoko dus, die teruggaat naar Chelsea. Ik heb het al een keer eerder gehad over Ferland Mendy. Die dus van Olympique Lyon naar Real Madrid gaat voor een bedrag van 50 miljoen euro. Waarschijnlijk een van de laatste en beste transfers van Real Madrid die ze dit jaar zullen maken. Die lijkt ook bijna helemaal rond te zijn. Die zullen we binnen nu en 2 weken horen. Maar ja, dan wordt nu dus heel veel gespeculeerd. Als Mendy op left back gaat spelen. En je hebt nog Reguillon, die ook vorig seizoen best wel vaak boven Marcelo verkozen werd. Wat gaat er dan gebeuren met Marcelo? Nou ja, er zijn heel veel geruchten van ja, wat gaat er met hem gebeuren? En eigenlijk is nummer 1 prioriteit voor Marcelo natuurlijk Juventus. Kijk, deze transfer werd vorig jaar ook al best wel veel gelinkt. Toen zei Marcelo van nee, ik blijf bij Real Madrid.
Maar dit is ook wel een klein ander geval. Want als Marcelo geen speeltijd krijgt, dan is de kans wel groter dat hij naar Juventus toe zal gaan. Waar zal hij dan moeten spelen? Want daar heb je ook al Alexander op leftback. Ja, oké. Maar er zijn wel geruchten dat Cancelo weggaat. En als Cancelo weggaat, dan kan Marcelo misschien op rechtsback spelen. Of Alexander op rechtsback spelen. Maar dan heb je in ieder geval wel een extra back nodig. En dan zou Marcelo zomaar een optie kunnen zijn voor Juventus. Momenteel niet een heel direct gerucht voor zijn transfer. Maar wel wordt er veel over gesproken indien Ferland Mandy gehaald wordt naar Real Madrid. David Silva is begonnen aan zijn laatste jaar bij Manchester City. Hij heeft nog wel een jaar lang een contract. Dus we zijn nu al bijna helemaal zeker dat hij geen nieuw contract wil tekenen. Hij zal waarschijnlijk na volgend jaar transfervrij weggaan bij Manchester City. En hij heeft altijd al gezegd dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Las Palmas, waar hij begonnen is. Maar is dat volgend jaar al, vraag ik me dan af. Kijk, hij is nog niet heel lang 33. Kan misschien nog 3-4 jaar voetballen als hij echt heel graag wil. Dus misschien dat hij nog eerst naar een club als een Amerikaanse club of zo gaat. Dat weet ik niet. Maar lijkt ook wel logisch eigenlijk dat hij volgend jaar terug zal gaan naar Las Palmas. En is ook altijd een hele goede voetballer. En zelfs op zijn leeftijd van 33 is hij nog altijd gewoon hartstikke goed. Dus ja, daar kunnen ze wel blij mee zijn in Spanje als ze dat inderdaad gaan doen. En opnieuw heeft Nederland een enorm belachelijk dure verdediger met de naam Nathan Ake. Die 50 miljoen euro moet kosten als hij naar Tottenham Hotspur zal gaan. Want zij hebben interesse in Nathan Ake. Nou ja, moeten ze dat doen? Ik weet het niet. Ik denk centraal sowieso niet. Want in centrale backs van Tottenham heb je al de wereld Vertonghen en Davinson Sanchez staan. Als ze hem willen gebruiken als back, oké, dan kan het wel. Want er zijn natuurlijk veel geruchten dat Danny Rose en Trippier en Aurier allemaal misschien weggaan. Dus als ze hem als right of left back kan gebruiken, dan moet die transfer gebeuren. Maar als ze hem als centrale back willen gebruiken, ja, dan heeft Nathan Ake weinig kans. Of al de wereld en of Sanchez moeten al weggaan. Want dan kan er natuurlijk een plekje vrijkomen voor Nathan Ake. Maar voor nu lijkt deze transfer best ver weg. Maar is het wel een leuke gerucht dat rondgaat over de Engelse transfermarkt. We hebben natuurlijk nu al meerdere verhalen gehoord over de club uit Miami. Die club van David Beckham. Maar die moeten natuurlijk ook spelers gaan halen als ze echt een goed MLS team willen krijgen volgend jaar. En eens een speler die waarschijnlijk niet meer gaat spelen. Of 100% zeker niet meer gaat spelen bij Manchester United. En veel gelinkt wordt aan een transfer is Anthony Valencia. Valencia wordt ook gelinkt aan een transfer naar DC United, waar Rooney ook speelde. Maar nu wordt hij dus ook gelinkt aan een club van Miami. Dit is eigenlijk een uitweg naar de MLS. Dat lijkt bijna helemaal zeker. En die club van Miami vind ik gewoon heel interessant. Dat ja, hoe gaat Beckham van een team dat nergens van komt er een succesvol team van maken? Gaat hij echt dat met alleen maar geld doen? Of gaat hij dat met al zijn connecties doen? Dat hij dit soort spelers gewoon vraagt om voor ze te komen te spelen. En als ze dat willen, ja, dat ze dan gewoon waarschijnlijk bijna helemaal gratis aan naartoe gaan. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat aanpakken. Want naast Valencia heeft hij ook gevraagd aan Luis Suarez onlangs of Luis Suarez in Miami wil komen spelen. Ja, Luis Suarez. Ik weet niet hoe die contact heeft met hem, hoe goed die contacten zijn, maar hij zou hem gevraagd hebben of hij na zijn periode bij Barcelona in de MLS bij Miami zou willen spelen. En ik denk serieus dat die club van Beckham best wel aantrekkelijk is voor veel oud-voetballers of gewoon voor veel voetballers om te gaan spelen. Omdat ze, ja, Beckham, je kent Beckham en volgens mij staat Ibrahimovic. Als de club van Miami zo al 5 jaar bestond, dan was Ibrahim misschien wel voor Miami gaan spelen omdat hij goede contact heeft met Beckham van zijn periode bij Paris Saint-Germain. Snap je wat ik bedoel? Ik denk daarom dat die club van Miami best wel goed kan uitpakken en zo'n speler als Valencia daar zomaar naartoe zou kunnen gaan. Een enorm grote wending in de transfer van Griezmann. Hij lijkt niet meer naar Barcelona toe te gaan, want de ploegen Atletico en Paris Saint-Germain zouden al een overeenkomst hebben over Griezmann. Nou ja, kijk, Barcelona-spelers zouden Griezmann niet bij de selectie willen, omdat hij toch een beetje zich heeft afgekeerd van de transfer naar Barcelona. Eigenlijk na vorig jaar, ook met die documentaire en alles wat hij heeft gemaakt. Maar Paris Saint-Germain, die boeit dan niet natuurlijk. Paris Saint-Germain wil gewoon een nieuwe aanvaller erbij hebben. En ja, Griezmann is toch wel echt een topper. Ik denk als ze die halen, dan hebben ze echt wel een topspeler erbij. En dit lijkt ook echt te gaan gebeuren. Een enorm groot transferbedrag moet er wel op tafel gelegd worden natuurlijk. En dit is Paris Saint-Germain. En wat best wel grappig is, is dat Griezmann in een interview op 9 juni heeft verteld gisteren is: it will not be Miami. Dus ook Griezmann zou gelinkt worden aan een transfer naar de club van Beckham in Miami. Het is niet normaal hoeveel bekendheid ja, Beckham hiermee pakt in de media met al die spelers die gelinkt worden aan zijn ploeg. Maar goed, Paris Saint-Germain, dat lijkt dus wel te gebeuren. En interessant is dat ook natuurlijk als hij daar volgend jaar gaat spelen samen met Neymar en Mbappé in de aanval. Wauw, wat een aanval heb je dan. En ja, dan heb je natuurlijk wel het zielige eentje. Hoe noem je dat? Het zielige eentje? Noem je dat zo? Ik geloof het niet. Dat is een spreekwoord voor.
En dat is Cavani, want ja, die wordt natuurlijk dan helemaal weggestript en die moet daar weg. En misschien kan hij wel in een deal opgenomen worden samen met Griezmann om een ruil te maken naar Atletico Madrid. Lijkt mij heel erg slim, want ik denk dat Cavani echt weg moet indien er een nieuwe aanvaller gehaald gaat worden bij Paris Saint-Germain. En dan kan hij best wel naar Atletico Madrid gaan, want bij Atletico Madrid kan hij sowieso speeltijd krijgen. En tenslotte moet ik dan toch even over een deprimerende Nations League duel tussen Portugal en Nederland hebben. Het enige mooie moment was waarschijnlijk het moment van de licht waar Ronaldo op het einde van de wedstrijd naar hem toe kwam en vroeg aan hem of hij wilde komen spelen voor Juventus. Dit nemen we natuurlijk op in een van mijn transfervideo's, omdat het gewoon een mooi... Ja, hier wordt heel veel over gespeculeerd natuurlijk, heel veel. Matthijs de Ligt met een transfer naar Juventus. Kijk, dit is eigenlijk niet echt een direct gerucht met bronnen en weet ik veel wat, maar... Ronaldo heeft me gewoon gevraagd om voor Juventus te spelen. Als zoiets gebeurt, zal het dan sneller gebeuren, die transfer? In sommige gevallen wel, ben ik echt van overtuigd. In sommige gevallen zal het best wel sneller gebeuren, maar in dit geval zeker niet. Mino Raiola kiest een club uit voor de Ligt. De Ligt gaat ermee akkoord en bam, that's it. In principe kan je het zo zien. Ik denk niet dat dit invloed zal hebben op de transfer van de Ligt. Naar welke club de Ligt gaat, dat blijft een enorm groot vraagteken. Ik denk dat Barcelona en Manchester United aan kop gaan. En daarachter momenteel misschien Paris Saint-Germain, die een beetje kansloos zijn, maar wel veel geld hebben. Juventus, die hem graag wil. En Manchester City. Het is de vraag waar hij gaat spelen volgend jaar. Het blijft echt heel interessant, maar ik denk dat binnen nu en 2 weken de transfer van Matthijs de Ligt rond zal zijn en aangekondigd zal worden. Naar welke club? Dat weten we nog niet. Dat zullen we dan pas zien. Maar we moeten nog heel even wachten voor Matta. Heel veel transfers die ik vandaag ook heb besproken. De transfervideo's blijven binnenstromen. En de Road to 100k is begonnen. Jongens, alsjeblieft, draai je scherm om. Abonneer op Twinity. Laten we die 100.000 abonnees zo snel mogelijk halen. Welkom bij Team Twinity als je nieuw bent. En als je er al zit, laten we het samen doen, jongens. Hopelijk vond je het een leuke video. Heb je een blauwe video ook gedaan? Abonneer op Twinity. Ik ga in de volgende video wat terug. Dus ik zal het later.